Ze zijn trots op hun nieuwste aanwinst bij het Van Abbe. Een echte Jeffrey Coach. Ik vind het een goede plek. Het hangt in de gang, dus dat valt hier beter op als boven, waar ik hem eerst had hangen. En ja, het is nou ook voor publiek beschikbaar. Dus ja, ik ben er heel erg tevreden mee. Moest Jeffrey zijn schilderij vorige week nog stiekem en met alleen een eigen cameraman ophangen in het museum, nu mocht iedereen het weten. En was het Van Abbe eerst not amused, nu zijn ze dat wel. Want een betere publiciteitsstunt hadden ze zelf niet kunnen bedenken. We hebben het gedaan omdat er nu zoveel aandacht voor is, dat we niet alleen de daad wilden vertellen, maar ook wat dan het gevolg is. Nou, dat ziet u. Werk met krantenartikelen. Was dit nou de bedoeling? Nee, eigenlijk niet. Ik had niet verwacht dat het zo'n impact op de media zou hebben. Onder de aanwezigen ook de ouders van Jeffrey, die de stunt eerst maar niks vonden. Ja, je weet niet wat er allemaal te verwachten staat achteraf dan. Hè? Dus u had het hem ontraden? Eigenlijk wel. Maar hij had weer eens niet geluisterd. Nou, zoals we dikwijls zijn. Is het werk het waard om in het Van Abbe te hangen? Dan ben ik niet degene die daarover gaat. Dus maar gevraagd aan de echte kenners, de bezoekers van het Van Abbe. Maar wil je aardig zijn, dan zeg je van het is prachtig en ben je wat nou, leuk gevreubeld. Nou, zo. Is dit een uitnodiging voor anderen om vooral hun mooie dingen ook te brengen? Ik kan ook heel goed schilderen bijvoorbeeld. Nee, is niet een uitnodiging. We hebben vorig jaar meegedaan met het Vierkante Ei, een wedstrijd voor amateurkunstenaars. Toen hebben meer dan 300 mensen hun werk hier gebracht. Maar we doen het liever wat georganiseerder. Dus als ik morgen met mijn werk kom, wat gebeurt er dan mee en ik hang het hier op? Nee, helaas. Ja, het doet toch wel wat zo. Dat moet ik zeggen. Ik ken het werk van Jeffrey Coles niet. Maar dat gaat wat Jeffrey betreft veranderen. Er zijn immers nog veel meer musea. Ik weet niet. Er zijn in ieder geval nog musea's waar ik misschien langs ga of dat ik binnen ga hangen. Maar het smaakt naar meer. Het smaakt naar meer. Museumdirecteuren zijn gewaarschuwd.